We waren 12 en met een aantal vriendinnen op school hadden we erover gehoord hoe het was om geesten op te roepen. En dat vonden we wel bijzonder interessant en spannend en ook leuk omdat het niet mocht. We zijn er toen een keer mee begonnen, zo'n bord gemaakt en ja en nee en het alfabet en een aantal dingen erop gezet waar die dingen op konden reageren. En in het begin geloofde ik er niet zo in. En had ik ook wel het idee dat vriendinnen van mij met hun vingers zaten te duwen op dat glaasje. Maar op een gegeven moment, toen we dat een paar keer gedaan hadden, begon je toch wel te merken dat er bepaalde snelheid in dat glaasje zat waarmee die antwoorden gaf. Of als we het idee hadden dat we de geest die we dan op hadden geroepen geprikkeld raakten. En dan ging dat glas met een bepaalde snelheid over dat bord heen, wat eigenlijk gewoon niet meer kon. Dus toen begonnen we er ook wel erg in te geloven en ook wel een beetje eng te vinden. En uiteindelijk kregen we dus steeds meer geesten op bezoek, zo gezegd, die hele vervelende antwoorden gingen geven op onze vragen, wat we eigenlijk niet wilden horen. Dus dat we heel jong dood zouden gaan of dat ze bij ons in de buurt zouden blijven. Of in mijn geval dan dat Hitler mijn beschermgeest zou zijn. Dat zijn wel hele angstaanjagende dingen. Vriendinnen van mij die deden het ook met schrijven. Dat ze een pen vasthielden en dat die pen dan vanzelf ging schrijven. En daar kwamen ook de meest rare antwoorden eigenlijk op af. Bij mij heeft dat nooit echt gewerkt. Maar het waren wel hele enge dingen om te zien. Mensen oproepen waarvan we hadden gehoord van die heeft vandaag zelfmoord gepleegd. En dan waren wij 's middags al geesten aan het oproepen om te gaan kijken, ook puur uit nieuwsgierigheid, wat er gebeurd was. Op een gegeven moment werden we daar zo angstig van al die indrukken en rare antwoorden en waarschuwingen ook die we daarvan kregen. We kregen ook berichten dat die geesten bij ons. Eigenlijk durfden we gewoon eigenlijk niet meer te gaan slapen. En waarom? Ik zelf heb daar denk ik toch zeker 2-3 jaar wel last van gehad. Dat ik bang was 's nachts als ik alleen moest slapen. Dat ik bang was dat er iets in mijn buurt was. Want daar was ik ook voor gewaarschuwd. En een vriendin van mij die heeft nu nog, die is nu 34, we waren 12 toen we dat deden. En die durft nu nog steeds niet in het donker alleen thuis te hebben. Uiteindelijk zo bang worden of zo bezeten raken of wat je er dan ook van over kunt houden. Dat ze uiteindelijk ook zelfmoord plegen. En dat is natuurlijk het laatste wat je voor ogen hebt als je denkt van hey, spannend, leuk, we gaan eens een keer glaasje draaien. Dus ik kan alleen maar zeggen hoe spannend het ook klinkt en hoe leuk het ook is dat het niet mag. Maar het is elk en je zult er alleen maar heel erg angstig uit worden.